De 112 bestgeslaagden hebben vandaag een Go Glow Award ontvangen van de Rotary Club Paramaribo Residence. De huldiging van de bestgeslaagde Glow-leerlingen is vandaag voor de 16e keer gehouden. Om in aanmerking te komen voor een Go Glow Award moeten leerlingen minstens 60 punten hebben gehaald. Voor de 7 vakken waarin ze getoetst zijn. 37% van de bestgeslaagden zijn jongens, terwijl de meisjes ruimschoots in de meerderheid zijn met 63%. President van de Rotary Club Paramaribo Residence, Helmoet Houkens, sprak de bestgeslaagden toe. Hij zei dat alleen met onderwijs de mens verandering kan brengen in het leven. Beste leerlingen, vandaag hebben jullie een belangrijke mijlpaal bereikt. Je bent doorgedrongen tot Go Glow, wat georganiseerd wordt door Rotary Club Paramaribo Residence in samenwerking met Rotary Club Fresh. Er is een heel team van mensen op de been om dit vandaag te organiseren, wat natuurlijk ook niet mogelijk zou zijn zonder de hulp van sponsoren. En iedereen die op welke manier dan ook bijdraagt en natuurlijk de leerlingen zelf. Jullie hebben getoond potentie te hebben en te behoren tot de top van Suriname. Zoals Guido al zei, jullie behoren tot die circa 1% van alle GLO-leerlingen die 60 punten of meer behaald hebben. Jullie hebben dus een excellente prestatie geleverd, dat op zichzelf heel bijzonder is. En daarmee zijn jullie tevens gekomen aan het begin van een nieuwe fase. De kinderen hebben naast de award een tas met inhoud ontvangen. Wij voeren u terug naar het moment van de huldiging. En ook spraken we met Go-Glower Drishti Buddha van Wanica. Mag ik uitnodigen Akash Algo. Kalisa Badri, openbare school 4 Viteri. Neha Bharat Singh, openbare school Munder Buiten. Erin Brown, kathedraal voorschool, 60 punten. Sophia Schoen, van de openbare school UE Contant. Kamlesh Devinin, O.S. Groot Heenaarpolder. Ik vind het heel erg leuk en het is een heel prettig gevoel. Want na alle hard studeren krijg je eigenlijk een goede beloning, vind ik. En eigenlijk ben ik heel trots op mezelf en zo. Hoeveel punten heb je gehaald? 61. Hoe heb je dat allemaal klaargespeeld? Wel, gewoon je moet altijd je huiswerk maken. Je moet altijd opletten in de klas, niet zomaar praten bijvoorbeeld. En ja, je moet ook flink je lessen leren. Heb je strenge ouders thuis? Ja, soms wel. Wat verwachten ze allemaal van jou? Wel, ze verwachten altijd een Go-Glo van me. Ze zeiden me ook, ik moet voor die Go-Glo gaan. Maar al ga je niet voor die Go-Glo, het is niet zo erg. Maar ga voor altijd voor het uiterste. Een van de bestgeslaagde Glo-leerlingen, Drishti Buddha, die in aanmerking kwam voor een Go-Glo Award. Na de huldiging gingen de kinderen naar de Paramaribo Zoo om de dag gezellig verder door te brengen.